In 2010 dropte daar voor het eerst Red Dead Redemption voor de PlayStation 3 en Xbox 360. En we leven nu in het jaar 2023 en de game komt nog een keer uit. Geen remaster, geen remake, maar gewoon een port. Maar dan voor de Nintendo Switch. En waar komt er meer op uit? PlayStation 4, ja. Voor de PlayStation 5. Maar die PlayStation 4 versie kan je natuurlijk wel op de PlayStation 5 spelen. En dat is precies wat we hebben gedaan. Die PS4 versie op de PS5. Die oude 360 versie op de Xbox Series X. En de Nintendo Switch versie op de, heel verrassend, de Nintendo Switch. Dat hebben we allemaal gecaptured. Achter elkaar geplakt. En daar gaan we nu met z'n allen naar kijken. En dan gaan we daarna zeggen wat we ervan vinden. Toch? Ja. Nou, het zag eruit als een videogame. Het zag er zeker uit als een videogame. Bij dit soort vergelijkingen moet ik altijd heel goed kijken. Vooral de PlayStation en de Xbox versie in dit geval. Want ze lijken gewoon heel erg op elkaar. Die Xbox versie heeft dus een 4K update gehad. Voor de One X toen. En nu voor de Series X. En deze hebben we dus op de PlayStation 5 gespeeld. En hij heeft dus ook een 4K modus op de PlayStation 5. Ik denk dat het grootste verschil tussen die twee versies zijn de kleuren. Als je goed kijkt, zie je dat de Xbox versie ietsje warmer is of zo. En dat de PlayStation versie ietsje fletsere kleuren heeft. Dat is denk ik een stijlding of zo. Ik weet niet precies waarom ze dat doen. Misschien heeft dat met de hardware van de Xbox toen te maken. Maar ik heb niet per se een voorkeur. Misschien dat ik zeg dat de Xbox versie ietsje mooier is in dit geval. Ja, maar weet je wat het is? Je gaat hem op één platform spelen. Klopt, ja. Op de PlayStation of op de Xbox. En je gaat ze niet naast elkaar draaien. Dus ja. Wanneer je hem aanzet, het is jouw ding. Daarom, ja. En ik vind het allebei best nog wel mooi uitzien voor een game die 13 jaar oud is. Ja, dit ziet er nog steeds goed uit. En vooral waar het vooral om draait, het is gewoon nog steeds een vette game om te spelen. Ja. En ik denk dat de ster van deze show is toch wel de Switch-versie. Ja. En dan is natuurlijk de vraag, ga je hem handheld spelen of ga je hem op groot scherm spelen? Als je handheld speelt, heb je natuurlijk weer een compleet andere ervaring, want ja, dan heb je een kleiner schermpje, 27p, en dat heb jij gedaan ook. Ja, best wel. Ik heb hem alleen handheld gespeeld. Ik heb hem op mijn Switch OLED gespeeld. En ja, je ziet de pop-in. De Xbox-versie heeft ook wat meer pop-in ten opzichte van de PlayStation, maar dat valt wel mee. De Switch-versie heeft veel meer pop-in. Je ziet ook dat de randjes van ja, boompjes en zo en bordjes best wel kartelig zijn. Op de Switch doen ze vaak wat minder anti-aliasing. Het is gewoon een minder krachtig platform. Maar voor een Switch game, wel netjes hoor. Ik vind hem er echt netjes uitzien. Vooral kleurenpalet op de OLED komt er heel goed uit. De wereld is natuurlijk ietsje leger dan bijvoorbeeld een GTA. Dus dat leent zich er heel goed voor. En de framerate heb ik eigenlijk ook geen problemen mee gehad. Ja, er zijn ook niet hele grote groepen vijanden in beeld. Maar alsnog, hij is heel strak. Het speelt heel fijn. Dus ik zou zeggen, als je echt de game graag in handheld wil spelen, is dit een prima versie. En als je hem al een keer hebt uitgespeeld op een andere platform, nog een keer spelen? Ja, ik vind het een fantastische game. Ik kan niet genoeg krijgen. Dit is mijn favoriete Rockstar game, denk ik. Maar weer €50 eraan uitgeven? Ja, nou als je kan, koop dan de Xbox 360 versie. Die je voor, weet ik hoeveel, €5 ergens tweedehands kan kopen. Stop hem in je Series X en laat de magie gewoon gebeuren. 4K update krijg je dan en ziet er ook nog steeds heel goed uit. Dus het is veel geld, €50. Als je hem echt nog nooit hebt gespeeld, zou ik zeggen doen. Maar als je hem wel een keer hebt gespeeld, zou ik zeggen wacht misschien tot de kerst of zo, tot hij in de aanbieding is. En speel hem dan lekker, ja. Ja, wat Jacco zegt. Goed, vond je dit nou een fijne video? Laat dan weten in de comments. Fijne video. En volg dit kanaal voor meer over computerspelletjes. Want dat is wat we doen. Videogames.